heel tevreden over de diversiteit en de kwaliteit van de Nederlandse popmuziek. Het niveau wordt ieder jaar hoger en de genres lopen uiteen van dubstep tot singer-songwriter. Het winnende album van dit jaar staat vol mooie liedjes die je op het eerste gehoor meteen snapt. Pas later hoor je ook de extra lage elektronica die de songs smaakvol inkleuren. Deze mooi verstopte productionele kwaliteiten geven het album een prachtige sound. Het is een echte bandplaat die klopt van begin tot het eind. De winnaar van de 3 voor 12 Award 2010... Wacht even! Even officieel, maar ik was nog niet klaar. Is... Ja! Never Be Scared, Don't Be A Hero van Mas! Frans Hagenaar is ook in de zaal. Frans Hagenaar is in de zaal. Als voor mensen die niet weten wie Frans Hagenaar is, dat is de man die de plaat geproduceerd heeft. Is hij er ook? Is Frans er ook? Hey Marien, luister eens even. Je bent nu enorm foto's in ontvangst aan het nemen, maar je hebt een award in je hand en je hebt 1203,12 euro. Dat was Chinezen. Ja, ik dacht. Die van Combo of die van achter het Centraal Station? Welke worden? Ik denk Hoorcentraal. Hey luister, je zei net, ik had een vermoeden, maar ook een vrees. Nou, de vrees kun je laten vallen, het vermoeden is bewaarheid. Wat doet dit je? Heel veel. Vertel dan. Ja, zeven in een bus gezeten van Berlijn naar Nederland. Daas hoofd en gehakstaaf in je hand. Gelukkig, er valt een was van mijn schouders op. Ja? Echt, ja, nee, je bent niet voor niks hier naartoe gekomen. Sterker nog, ik ga je wat vragen. Ja. Je hebt dat ding nu in je hand, er wordt gefotografeerd en zometeen wordt er een persbericht en een site en alles nog wat. Maar wil jij straks met jouw geliefde Cornuiten nog even de gitaar aan de hand nemen in het laatste? Zeker weten.